are transported to the plants where they go onto an assembly line and are processed in piecework. They are just cut into two pieces without any anesthetics. They're alive. They are still alive. In Europa zegt men dat piekers eerst verdoofd worden. Je vindt daar heel weinig van terug. Het enige dat ik daarvan heb teruggevonden is dat ze met koude verdoofd worden. Bij amfibieën is dat eigenlijk onzin. Ze koelen ze af. En als je een amfibie afkoelt, dan wordt hij veel trager. Maar als je hem dan doormidden knipt, dan voelt hij wel gewoon nog alle pijn. Ja, inderdaad. En hoe lang leeft hij dan nog voordat hij echt dood is? Oh, dat kan echt gaan tot meerdere uren dat die dieren nog blijven leven. Ja, dus als je dat achterlijf afknipt, dan sterven die dieren gewoon een zeer langzame dood.